klopt. Super, hartstikke. Ja, fantastisch. Hoi Bert. Goed jou te zien. Hoi. Hoi. Namens het bestuur van de gemeente Barneveld en de directie van ProRail heet ik u vanmiddag van harte welkom. Het doet ons genoegen dat u, meneer de minister en mevrouw de gedeputeerde, in ons midden bent en gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging. En vanmiddag, dames en heren, richten wij de schijnwerper op een paar belangrijke ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Barneveld is een groeigemeente en vervult een belangrijke sleutelpositie in het bedrijventreinbeleid in onze regio. Wij zullen de komende jaren nog zo'n 120 hectare bedrijventrein ontwikkelen. Wij openen de fysieke mogelijkheid van een halte op de lijn Amersfoort-Apeldoorn-Deventer. Het is genoeg om hier te zijn. Barneveld is voor onze gemeente die werkt aan bereikbaarheid, werkt aan mobiliteit, werkt aan bedrijvigheid. En in deze tijd van crisis hebben we die spirit meer dan ooit nodig. De overheid staat hier niet alleen in, want op heel veel manieren werkt u samen. Met clubs, met verenigingen, met commissies, waarmee de Barnevelders zelf richting geven aan hun eigen samenleving. In 2009 werd u beloond voor het harde werk van de afgelopen jaren, want uit het jaarlijks onderzoek van Elsevier kwam Barneveld uit de bus als de beste gemeente van Gelderland. Een grote pluim naar alle mensen die werken aan de kwaliteit van deze gemeente. Op het totaal van de 441 Nederlandse gemeenten staat hij op dit moment in elk geval op de 23e plaats. En dat lijkt mij een hele, hele mooie score. Als je kijkt naar de overgang bij Vellen. Een wijk waar binnenkort een middelbare school komt, waar ook een kinderdagverblijf komt. Met die fietstunnel draagt Barneveld de zorg dat de brugpiepers van morgen met hun zware tassen, maar ook de ouders met de kleine kids voor of achterop, dat die vlot, maar zeker ook veilig, op hun bestemming kunnen komen. Mobiliteit en doorstroming, ook op dat kleine gezinsniveau, zo van belang. Doet me goed om daar met elkaar een bijdrage aan te kunnen leveren. En ik wil in elk geval zeggen, chapeau voor de manier waarop je hier bezig bent. Chapeau voor uw voortvarendheid en dat is zeer wel gemeend. Ik wens u alle succes met de uitrol en de uitvoering van de verdere plannen. Ik weet dat u in het ministerie van Verkeer en ook in mij als persoon een partner heeft. Minder praten, meer doen. Het klinkt mij als muziek in de oren. 90% van de reizigers hier in Barneveld maakt gebruik van het station voor bezoek aan trein of aan werk. Bijna de helft komt met de fiets. Ook in Barneveld zijn de reacties van de reizigers duidelijk. Het station voldoet primair en prima aan haar voorziening in en uitstappen in de trein. Maar het is en blijft somber, het is grijs, het is afgelegen. Veiligheid is beter. Oude mensen. Fantastisch, hè? Mooi. Belangrijk hoor. Het is ook belangrijk voor het openbaar vervoer, dat mensen zich veilig voelen en dat ze een beetje geholpen worden. Ja.